Goeiedag, het is zaterdag 9 december 2023. We zijn nog steeds in het Brieksental hier in Brieksemuntalen, Siebelt. En jullie zien het, de mist hier in het dal, die gaat optrekken. Het zonnetje gaat er doorheen komen en op de berg schijnt de zon al flink. Nou, wij gaan een leuk rondje maken, in ieder geval richting Schepgouw en Elmau. Tenminste, dat is de bedoeling. En we nemen jullie daarmee graag in mee. Nou, de iglo's worden ook weer gemaakt. Er moet nog eventjes wat meer sneeuw vallen of gemaakt worden. Ja, we zijn ook in Schepgouw gekomen, Ambiel de Keizer op het topje. En ook hier ziet het er natuurlijk fantastisch uit. Oh,
till I'm found. In the starlight, some healing. In this distance. Nou, we staan bij de Rubenszaalhütte. En helaas, die is nog even op zomeroorloop. Waarschijnlijk gaat hij volgende week of anders het weekend daarna op zeker open. En dit is toch wel de hut in Elmau. Ja, en als het december is, dan weet je dat de zon niet echt hoog komt. Dus die zie je ook net achter de bomen. Zeg maar, daar zit hij. En we zijn in het dal van Elmau bij de Hartkaiserbaan. Maar we gaan snel weer omhoog. We staan weer op het topje bij Elmau. Net even een lekker bakje gedaan, appelstroedeltje erbij. En we hebben weer genoeg brandstof om nog eventjes een middagje te gaan skiën. We zijn weer op de Eiberg in Scheffau. Maar het zonnetje is er in de middag aardig bijgekomen. Want ja, als je wintersport wil hebben, dan wil je eigenlijk dit weer typen. Geweldige sneeuw en een zonnetje. Dit was het dan weer vandaag hier vanuit Schieweld, waar we vele dorpen gezien hebben. Heerlijke pistes waren het, maar we hopen dat de omstandigheden ook zo blijven. Maar wij gaan weer afsluiten en ik zeg maar weer de groeten.